papa Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Speelclub. Peppa en George gaan naar de speelclub. Het is voor George de eerste keer. George, heb je er zin in om naar de speelclub te gaan? Papa, misschien is George wel veel te klein om naar mijn speelclub te gaan. Het gaat heus goed, Peppa. Jij en meneer Dinosaurus kunnen hem gezelschap houden. Dinosaurus. Maar ik wil met de grote kinderen spelen. Niet met George en zijn dinosaurus. Oh, hemeltje. Peppa wil niet dat George in haar speelclub komt. We zijn er. Papa, weet je zeker dat George groot genoeg is? Hij redt het wel. Oké. Hij mag mee. Tot straks. Mevrouw Gazelle past op de kinderen van de speelclub. Hallo. Dit is mijn kleine broertje, George. Hallo, George. Nee. Ik wou dat ik een broertje had zoals George. Echt waar? Hallo, ik ben Henky Hond. Is dat een dinosaurus? Het is maar een speelgoeddinosaurus. Dinosaurus. Te gek. Dinosaurus. Dinosaurus. Dat is echt eng. Dat is te gek. George is mijn kleine broertje. Hij is echt te gek. Peppa is trots op haar broertje George. Zullen we George laten zien hoe wij tekeningen verven? George is niet zo goed in verven. Misschien kun jij hem wel helpen. Ja, dat kan ik heel goed. Ik zal hem laten zien hoe je een bloem verft. George, vandaag ga ik je leren hoe je een bloem moet verven. Eerst verf je een grote cirkel. Nee, George. Dat is de verkeerde kleur. Nu moet je de bloemblaadjes maken. George, dat is de verkeerde vorm. En nu verf je de steel met zijn blaadjes. Perfect. George, je hebt het helemaal verkeerd gedaan. En wat hebben wij hier? Kijk, ik heb een bloem gemaakt. Dat is heel erg mooi, Peppa. En George heeft een dinosaurus gemaakt. Dinosaurus. Te gek. Ik vind dat de tekeningen van George en Peppa aan de muur moeten. Hoera! Peppa, je zult wel heel erg trots zijn op je kleine broertje. Dat ben ik zeker. Het is tijd om naar huis te gaan. En de ouders komen de kinderen halen. Mag George de volgende keer weer mee? Natuurlijk, dan kan hij weer een mooi schilderij maken. Wat ga je de volgende keer maken, George? Dinosaurus. Nog een dinosaurus maken? Nou, misschien kun je ons allemaal leren hoe dat moet. Te gek. Ja, te gek. Nou, te gek. Chloe's poppenkast. Peppa en haar familie gaan op visite bij tante en ome Big en nichtje Chloe. Ik denk dat ome Big na de lunch meteen in slaap valt, zoals hij dat altijd doet.
Papa Big, zoiets zeg je toch niet over je eigen broer? En zeker niet waar de kinderen bij zijn. Maar het is waar. Ome Big eet altijd te veel tijdens de lunch en dan valt hij in slaap. En snurkt dan heel hard, zo van... Peppa, George, vergeet maar wat ik net zei over ome Big. Oké, papa. Peppa en haar familie zijn aangekomen bij tante en ome Big. Hallo, tante en ome Big. Hallo. Hallo allemaal. Hallo, grote broer. Ome Big is de broer van papa Big. Chloe is het nichtje van Peppa en George. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, George. Ik wil jullie iets laten zien binnen. Wacht op ons. Kijk, dit is mijn splinternieuwe poppenkast. Mijn papa heeft die voor mij gemaakt. Wauw. Ik heb nu al 2 poppen gemaakt. Deze pop heet Chloe. Hallo, ik ben Chloe Big. En deze hier is mijn papa. Ome Big. Hallo, Peppa. Ik ben ome Big. Chloe, mogen wij ook poppen maken, George en ik? Ja. Chloe schildert de ogen van de pop. Mag ik de mond doen? Oké. Mijn naam is Peppa. George, hoe moet jouw pop er gaan uitzien? Dinosaurus. Dinosaurus? George zegt overal dinosaurus op. Op alles, hoor. Oké. Een enge dinosauruspop dus. Chloe maakt voor George een dinosauruspop. Ik geef hem scherpe tanden. Kijk, een enge dinosaurus. Tijd om te lunchen, iedereen. We komen. Na de lunch geven we een poppenshow. Tante Big heeft voor de lunch spaghetti gemaakt. De spaghetti is verrukkelijk. De beste van de wereld. Het is te zien dat jullie 2 broers zijn. Als 2 druppels water. Hoe bedoel je dat? We zijn compleet verschillend. Peppa, George en ik geven straks een poppenshow. Fantastisch. Roep als jullie klaar zijn. Goed, tot straks. Poppenkast, dat klinkt leuk. Heb ik nog tijd voor een bord spaghetti? Mag ik dan misschien ook nog? De poppenkast gaat nu beginnen. Hallo, mijn naam is Chloe. En ik ben Peppa. Help! Een dinosaurus! Een enge dinosaurus, help! Oh, wat leuk, ontzettend goed. Bravo! Ik ben ome Big. Hallo, ome Big. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho. Hij lijkt erg op jou. Ze hebben mijn buik wel erg groot gemaakt. Ho, ho. Wat heb ik lekker geluncht. Ome Big, ga je nu in slaap vallen en snurken zoals je altijd doet? Wat bedoel je? Papa Big zegt dat je altijd in slaap valt en heel hard snurkt. Zo van... Ho, ho, jouw papa heeft gelijk. Ik snurk inderdaad zo. Oh, papa Big, je had ze dat beter niet kunnen zeggen over ome Big. Ik denk niet dat papa Big en ome Big jullie horen. Papa Big en ome Big zijn in slaap gevallen. Je kan zien dat het 2 broers zijn. Wat is er gebeurd? Huh? Is de poppenkast al begonnen? De speeltuin. Peppa en George zijn met hun vriendjes in de speeltuin. Kaatje Kat en Pedro Pony zitten in het klimrek. Nee. Suzy Schaap, Henkie Hond en Kelly Konijn spelen op de glijbaan. Peppa zit op de schommel. Mama, mama, wil je me duwen? Ben je er klaar voor? Ja, ik wil graag heel erg hoog. Wee!
Wee! George wil ook op de schommel. Nu mag jij, George. Hou je vast. Ik wil George duwen. Zachtjes duwen, Peppa. Ja, mama. Hou vast, George. Wee! Oh jee, Peppa heeft George heel hoog geduwd. En George is daar bang voor. Peppa, je weet toch dat George hoogtevrees heeft? Sorry, George. Laten we op het klimrek spelen. Hallo, Susie. Hallo, Henky. Hallo, Peppa. Wee. Wee. Jullie doen het helemaal fout. Kijk, zo moet je slingeren naar de overkant. Let op. 1, 2, 3. Wee! Kijk naar me. Ik vlieg als een vogel. Oh, ik kan er niet uit. Peppa zit vast in de autoband. Het is niet grappig. Nou, het ziet er wel grappig uit. We helpen je wel even. Peppa's vriendjes helpen haar te bevrijden. Hoera! Bedankt hoor, allemaal. George, zou jij niet een keer op het klimrek willen? Het klimrek is best hoog. En George vindt dat eng. Sorry, George. We gaan wel van de glijbaan. Ja, de glijbaan! Yippie! Peppa is dol op de glijbaan. Iedereen is dol op de glijbaan. Mama, papa, moet je zien. 1, 2, 3. Wee! Wee! George wil ook van de glijbaan. Weet je het zeker, George? Het is wel hoog. Oké, ik help je de trap op. O jee, het is toch te hoog voor George. Niet bang zijn, George. We glijden wel samen. Papa, je bent te groot voor de glijbaan, hoor. Doe niet zo mal, Peppa. Ik ben niet te groot. Let op. 1, 2, 3. Papa Big zit vast. Het is niet grappig. Het ziet er wel grappig uit, papa. Het is misschien een beetje grappig. We zullen je moeten duwen. Nee. Oef. Wee. Papa's buik is net een springkussen. George vindt het leuk om op papa's buik te springen. En hij heeft nu helemaal geen last van hoogtevrees. Meneer Spellebeen. Peppa is aan het spelen met haar poppenhuis. George speelt ook mee. Peppa organiseert een theekransje voor de poppenfamilie. Hier, George. Ik ben de mama en de papa. En dan ben jij de kinderen. Kinderen? Het is bijna theetijd. Dus was snel je handen. George stopt de kinderpoppen in bed. George, waarom stop je de kinderen nou in bed? Ze hebben een theekransje. George vindt het leuk om de kinderen in bed te stoppen. Kinderen? Kom direct naar beneden, anders krijgen jullie geen taart. George luistert niet. Hij is te druk met de kinderen in bed stoppen. George, als je met het poppenhuis wil spelen, moet je helpen met het theekransje. Hier, George, vul jij de theepot maar met water. Kinderen, kom nu naar beneden. Mama,
George vult de theepot met water. George heeft een spin gevonden in de gootsteen. George wil vriendjes worden met de spin. Oh. George vindt de spin aardig. En de spin vindt George aardig. Peppa houdt van theekransjes. Waar zijn alle chocoladekoekjes, papa? Er waren gisteren nog heel veel. Oh, spijt me, mama. Ik heb ze allemaal opgegeten. Stoten, papa. George stopt de spin in bed. George, wat doe je nu weer? Je moet me helpen met het theekransje. Help! Help! Papa, er zit een spin in de slaapkamer. Ho, rustig maar, Peppa. Oh, papa, haal hem er weg. Ho, geen reden voor paniek. Hallo, George. Heb jij de spin gezien? Het is veel te eng. Haal hem daar weg. Je hoeft nergens bang voor te zijn, Peppa. Spinnen zijn heel, heel erg klein en ze doen je niks, hoor. Maar geen zorgen. Papa haalt hem wel weg uit je kamer. Wow! Hij is best groot, vind je niet? Ik haal mama Big wel even. Mama Big! Hallo, meneer Spillebeen. Peppa vindt het al minder eng. Hij vindt het leuk in mijn poppenhuis. Hallo, kinderen. Ik hoor dat jullie een spinnetje hebben gevonden. Ik haal hem wel weg, dan kunnen jullie verder spelen. Mama, vanaf nu heet hij meneer Spillebeen. Ah! Meneer Spillebeen is groot, vind je niet? Peppa en George vinden de spin leuk. Tasta. George stopt de spin in bed. Nee, George. Hij wil graag thee. Hij wil nog helemaal niet naar bed. Heb je honger, meneer Spillebeen? Wil je soms wat taart? Peppa is niet meer bang voor de spin. Mama, papa, ga zitten. We gaan allemaal thee drinken samen met meneer Spillebeen. Wie wil er thee? Ik graag. Ik graag. Verrukkelijk. Peppa is dol op theekransjes. Alsjeblieft, meneer Spillebeen. Wat zeg je? Je wil mijn papa gedag zeggen? Hallo, meneer Peppa Pig. Het is al goed, Peppa. Laat meneer Spillebeen zijn thee drinken. Je bent toch niet bang, papa? Hoho, nee, natuurlijk niet. Wow! Ah, nee, niet zo dichtbij! Wow! Peppa is dol op meneer Spillebeen. Iedereen is dol op meneer Spillebeen. Mijn verjaardagspartijtje. Peppa is vandaag jarig. Het is heel vroeg in de morgen. Ik ben vandaag jarig. George, word wakker. Ik ben jarig. Ik heb straks een partijtje. En papa zal voor ons gaan goochelen. Kom, George, dan maken we mama en papa wakker. Mama en papa Big zijn nog diep in slaap. Word wakker, ik ben jarig. Word wakker. Hoe laat is het? Al heel erg laat. Het is pas 5:00 in de ochtend. Ja, de tijd vliegt voorbij, hè? Oké, je verjaardag mag beginnen. Jippie! Mama Big, papa Big en George geven Peppa haar verjaardagscadeau. Gefeliciteerd, Peppa! Oeh, wat is het? Een papperjurk! Die mag Teddy aandoen! Bedankt allemaal! Graag gedaan, Peppa. Ik wist niet dat Teddy een meisje was. Oh, papa. Natuurlijk is Teddy een meisje. Ik vind mijn jurk heel mooi. Bedankt allemaal. Graag gedaan, Teddy. Maak hem niet vies, hè? Weet je wat er nu gaat gebeuren, Peppa? Ja. Mijn vriendjes komen op mijn verjaardagspartijtje.
En papa gaat voor ons goochelen. Niemand zal weten dat ik de goochelaar ben. Jij stelt me voor als de magnifieke Mysterio. De manke Stereo. Ja, de magnifieke Mysterio. Papa is al de hele week zijn goocheltrucs aan het uitproberen. Mijn vriendjes zijn er! Yippie! Hier zijn Peppa's vriendjes. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Hallo allemaal! Gefeliciteerd, Peppa! Nee. Kom kinderen, het feest gaat beginnen. Papa Big gaat goochelen. Peppa, je weet nog wat je moet zeggen, hè? Dames en heren, hier is hij dan. De magnifieke Mysterio. Oké, papa. Dames en heren, hier is goochelpapa. Hoera! Mijn eerste truc. Abracadabra. Oh. Wauw, het is Teddy. Voor mijn volgende truc heb ik een assistent nodig uit het publiek. Ik! Ik hoef er maar één. Jonge dame, jij was de eerste. Vertel het publiek eens hoe je heet. Suzie Schaap. Oké, Suzie. Hier zijn drie ballen. Een rode, een blauwe en een gele. Oké. Nu moet jij er eentje uitkiezen, terwijl ik omgedraaid sta. Oké. Heb je gekozen? Ja. Abracadabra! Je koos de gele. Nee. Abracadabra! Blauw. Nee. Abracadabra! Rood. Ja, het is rood. Hoera! Malle goochelpapa, je zei alle kleuren. St, Peppa, niet doorvertellen. Willen jullie nog een truc zien? Ja, graag! Oeh. Ogen dicht, niet kijken, zegt de toverwoorden abracadabra. Abracadabra! Doe je ogen maar weer open. Oeh. Hoera! Mijn bananenverjaardag start! Blaas de kaarsjes maar uit, Peppa. Hoera! Gefeliciteerd, papa. Bedankt allemaal. Dit was mijn allerleukste verjaardag ooit. Verkleedpartijtje. Peppa en George houden een verkleedpartijtje. Al hun vriendjes zijn uitgenodigd. Peppa is verkleed als sprookjesprinses. En George is verkleed als dinosaurus. Dinosaurus! Hier zijn Peppa's vriendjes. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Suzie is verkleed als verpleegster. Hallo Suzie. Hallo meneer Big. Gelukkig is de verpleegster er. Kom je rechtstreeks van het ziekenhuis? Ik ben geen echte zuster. Ik doe alsof. Oh, nou, heel goed. Nee, maar wie hebben we daar? Ik ben een piraat. Hij is de zeilen. Miauw. Ik ben een heks. Ik tover je zo in een kikker. Nee. Ik ben een clown. Wat grappig. En wat ben jij, Kelly Konijn? Ik ben een wortel. Fantastisch. Kom erin. Binnen wachten een sprookjesprinses en een dinosaurus op jullie. Hallo allemaal. Hallo papa. Nee. Hallo Suzie. Ik ben prinses Peppa. Je moet wel buigen als je met me praat. Hallo majesteit. Nee. Ik ben zuster Suzie. Open uw mond en zeg ah. Ah. Nee. Ik ben een clown. Kom, doe iets grappigs. Waarom ben jij verkleed als wortel? Ik ben gek op wortels. Dinosaurus. Oh, een enge
dinosaurus. Peppa is zichzelf aan het bewonderen in de spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? Jij natuurlijk, Peppa. Hallo, Peppa. Hallo, ik ben een kleine sprookjesprinses. Ik ben een heks. Miauw. En ik heb een toverstaf. Ik heb ook een toverstaf. Ik tover jou zo in een kikker. Nou, en ik tover jou zo in een kikker. Dinosaurus. Oh jee, George is geschrokken van zijn eigen spiegelbeeld. Oh, malle George. Wat ben jij zelf daar in de spiegel? Kinderen, het is tijd om degene met het mooiste kostuum aan te wijzen. Wie wordt de jury? Ik! Omdat het Peppa's feestje is, mag zij de jury zijn. Ik ben de jury. Papa, wat is een jury? De jury kiest wie het mooiste kostuum aan heeft. Oh, spannend! Peppa gaat nu beslissen wie het mooiste kostuum aan heeft. Susie, laat mij je kostuum maar eens zien. Nee. Ik ben zuster Susie. Ik maak mensen beter. Heel goed, zuster Susie. Nu, Henkie. Ik ben een piraat. Hij is te zeilen. Nu, Kaatje. Miauw. Ik ben een heks. Ik tover jou zo in een kikker. Nou, ik ben een sprookjesprinses en ik tover jou zo in een kikker. Lieverds. Sorry, mama. Volgende. Ik ben een clown. Dat was grappig. En dan nu, Kelly. Ik ben een wortel. Prachtig. En mijn kleine broertje George is een enge dinosaurus. Iedereen heeft een heel mooi kostuum aan. Hoera! Nu moet jij zeggen wie er gewonnen heeft. Oh ja. En de winnaar is... ik. Oh. Oh. Peppa, je kan niet jezelf kiezen. Jij bent de jury. Oh, mag dat niet? Je moet een andere winnaar kiezen. Oké, de wortel wint. Hoera! Dank je. Peppa is dol op verkleedpartijtjes. Iedereen is dol op verkleedpartijtjes.